Mijn grootvader was boer. Hij stuurde mijn vader naar de tuinbouwschool. Dat was tijdens de oorlog. Maar op een avond kwam mijn grootmoeder thuis en zei: Jan, op mijn vader, weet je wel wat we die landmeter hebben moeten betalen om een stukje grond op te meten? Word ook landmeter. Hij begon direct na de oorlog als landmeter en richtte in 1969 het studiebureau Talboom op. Of hoe een stom toeval een hele familiegeschiedenis kan bepalen. Mijn vader was een harde werker. Een man van zijn woord en een man met visie. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Die familiale sfeer tekent onze zaak. Toen ik in de zaak kwam in 1974, werkte ik in een man of 3-4. De Vietzam in Bornem was onze grote doorbraak. Later volgden projecten zoals de Ruien van Antwerpen en de collector van de Woluwe. In de jaren 80 concentreerden we ons op sociale woningbouw. Daarna specialiseerden we ons in omgeving en verkavelingen en inmiddels ontwierpen we ook meer dan 500.000 vierkante meter logistieke gebouwen. In het begin van de jaren 90 begonnen we met pharma-engineering. Eerst deden we eenvoudige berekeningen, later stabiliteit en technieken, dan processen en nu doen we zo goed als alles. Om onze klanten totaalprojecten te kunnen aanbieden, starten we einde jaren 90 met milieu. Daarna werd het milieu een volwaardige afdeling met onder meer bodemonderzoeken, milieuadvies en vergunningen. En zo zijn we gegroeid van 4 tot onder 20 medewerkers. En sinds een jaar of 2 heb ik de fakkel doorgegeven. Een schip kan geen 2 kapiteins hebben. Ik blijf wel commercieel en strategisch aan boord voor mijn ervaring. Och, er is maar 1 groot nadeel aan ervaring hebben. En dat is dat je ouder wordt. Toen ik afstudeerde, zei mijn vader: Jakke, natuurlijke energie, dat is iets voor u, dat moet jij doen. De manier waarop wij met fossiele grondstoffen omgaan, kan niet blijven duren. Daarom investeren wij in onderzoek en technologie. Wij werken samen met universiteiten en overheden op het vlak van diepe en ondiepe geothermie. Talboom is top in de wereld in pharma-engineering. Wij bouwen de plants voor vaccins tegen baarmoederhalskanker, longkanker, malaria, dengue en het rotavirus. Vanuit onze expertise met pharma reiken wij betaalbare oplossingen aan in de healthsector. Wij bouwden de eerste gevalideerde greenrooms en focussen op processen die menselijke fouten elimineren in ziekenhuisapotheken, weefselbanken en labo's. De core business van Talboom is kwaliteit leveren op een ethische manier. Wij verzoenen economie en ecologie en bouwen CO2-neutraal. Door op nieuwe markten in te spelen en op lange termijn te denken, zal ik ons bureau veiligstellen voor de toekomst. Als ik groot ben, dan wil ik aan de wereld bouwen zoals Daddy en Onkel Jakke. Maar eerst wil ik nog wat spelen.